Tarot, onthulling. Yes, 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 yes. Voel je die Mars? Voel je die energy? Je voelt heel veel, want de maan is in de kreeft. Zon in de weegschaal. Maan in de kreeft. De weegschaal is een vredestichter. Ja, en de kreeft, ja, dat heb ik hierop geschreven. En de kreeft is heel intens. Dus je wil heel intens vrede gaan stichten. Maar je moet binnen blijven, gewoon binnenshuis. Dus hier moet je vrede stichten. Ja, ja. En de Mars, die ik aan het triggeren is, die aan het knijpen is. Weet je, op het schoolplein. Ja, die pestjes, zodat je dan je kracht ontdekt. Zodat je naar binnen, van binnen, gaat reizen. En je eigen raad gaat opvolgen. Maar dat was ook de dagkaart. Kijk maar op YouTube, Menna's World, gewoon de website, Facebook. Je kan me overal vinden. Ga ze even allemaal opzoeken. Dit weekend is gewoon heel intens naar vrede zoeken door heel veel los te laten. En veel mensen ook los te laten. Situaties, het verleden toen, daarachter. Ja, kijk niet meer terug, let it go. Ik blijf het zeggen, dat omdat toen. Los niks op. Geeft geen healing. Het laat je alleen maar hangen. Word je gewoon een plaat, gewoon. Dat. Toen, omdat en zo. Let it go. Ja, begin opnieuw met mooie kracht en kom in balans met innerlijke vrede. Want de weegschaal en de kreeft wil je helpen. Lekker eten. Lekker eten. En niet te veel in je hoofd. Ga naar binnen, ga naar binnen. Zeg tegen je hoofd elke keer wanneer je hoofd lult, is de ego. Ik noem maar bitch, ja? Ja. En een asshole, ja, die heb je ook. Zeg tegen hem en haar, st. Ik hoor je wel, maar ik ga niet handelen. En dan ga je naar binnen en dan luister je naar je hart. En de hart zegt alleen maar ja of nee. Wil ik dit? Maakt het me gelukkig? Is dit goed genoeg? Dat zijn de vragen die je... En dan hoor je alleen maar ja of nee. En dan move on. Ja? Want de Mars is iedereen aan het activeren. Ja? Ja? Voel je hem? Just do it. Ja, anders blijf je getriggerd worden. Anders ga je volgend jaar nog steeds met allerlei kortsluitingen. Je hebt niks gedaan, maar het is tijd om te handelen. Vandaag kwam er alleen maar Arcana-kaart uit. En dat vond ik geweldig. Om jullie mee te geven, je hebt een keuze gemaakt. 1, 2 of 3. Of een combinatie over hem of over haar. Of de situatie waar je vragen over hebt. Over liefde. Ik heb mijn best gedaan. Yes, we gaan beginnen met de onderste kaart. Onderste kaart, kijk eens. De strength, gewoon de kracht. Kom op kracht. Kom op kracht, alsjeblieft, door het verleden, de pijn, de woede. Zijn allemaal lessen. Het waren allemaal leraren, zowel uit het donker of het licht. Wees dankbaar en begin opnieuw en ga op je troon zitten. Kijk dan even roosvast. En de zon gaat stralen. Ja, kom op kracht. Dat is wat Tarot van je vraagt. Zijn jullie er klaar voor? We gaan gewoon vandaag normaal doen. We beginnen bij de 1. Kijk eens. Bam! De keizer. Kijk eens. Kijk de Mars hier aan het fokken. Al sta je daar te staan. De Mars die achtervolgt je gewoon. Ja? Ja? Op je zwart-wit. Het moet kleur komen. Ja, ja, ja. Dit gaat over een vader of een meneer die kinderen heeft. Of de vader van je kinderen. Of je eigen vader. Of dat mannelijke energie die je nodig hebt om te gaan handelen. Ja, ik heb het opgeschreven. Of jouw stabiele mannelijke energie heb ik zelfs opgeschreven. Beschermend en die weet keuzes te maken. Die laat zich niet tegenhouden. Yes, dat heb je nodig. Als je voor 1 hebt gekozen, ben je al helder? Of de helderheid is onderweg? Dat wat je hebt gevolgd met mannelijke energie. Mars achter je aan. Gaan. Bescherm jezelf. Reconnect. Gewoon connect met de krachtigste deel in jou. En dat is je hart. En dan ga je, en blijf heel dicht bij God, bij de bron, bij Jesus, bij Allah, bij Boeddha. Wie je nodig hebt. Ja? Wie yogi, gurus, die jou helpen rust, innerlijke vrede te vinden. Omdat het allemaal intens is. Ga daarheen. Google het. Zoek het. Desnoods hang je een foto op. Ja? Dat wat je nodig hebt om jouw kracht te geven. Zodat je stabiel je keuzes kan maken. Ga daarheen. Wees zelf een keizer. Ja, reconnect. Want meestal, de keizer weet wat hij wilt. Dus eigenlijk denk ik, weet jij wel wat je wilt, maar je doet het niet. Dat, omdat, toen, weet je nog? Ja, ja, ja. Kijk naar jezelf. Wat heb jij nodig? De rest volgt. Een beter milieu begint bij jezelf. Ja, zie je dat? Kijk, dit mooie boom. Je hebt heel veel takken, bladeren,
kracht. En het komt weer terug. Desnoods kleed je uit en kleed je weer aan. Allemaal goed, allemaal goed. En degene waar je vragen over hebt. Ja, ja, we hebben het anders gedaan. Ja, maar de dierenmanieren zien we duidelijk weer. Kijk eens. De leeuwen, een vuurteken. Een vuurteken. De vraag die je hebt over de liefde is een vuurteken. Dat mag een vuurteken zijn in haar of zijn zon. Zon of in de maan, dat is de gevoel, of in Venus, hoe ze met mensen omgaan. Die vuurteken, meneer, mevrouw, de keizer, die de vraag hierover heeft. Ik heb het hier, dezegene is bezig met transformatie, die is vuur aan het creëren voor zichzelf om te gaan. Ja, ja, want daarom zie je de vuurteken hier. Ja, of die heeft vuur nodig om te kunnen transformeren. Misschien kun je dan een shout-out geven van de fire. En dan misschien gaat deze persoon transformeren. Of anders, het voelt alsof de persoon deze keuze zelf wel heeft gemaakt om te transformeren. En daardoor kan je misschien naar staan kijken. De persoon heeft voor gekozen om nu door die deur te gaan, door het donker op het licht te gaan vinden. Die zoekt rust, maar die zit af en toe nog. Hè? Die komt bedreigend over, die gilt heel veel, die geeft veel vuur, maar ook heel veel passie. Maar die is bezig met de transformatie. Misschien gaat het ook over jou, de vraag waar je over hebt. Ja, de mannelijke energie, die gaat jou helpen transformeren. Die gaat jou helpen transformeren. Zie, ik hoorde zelfs een klik. Het gaat om zelfbeheersing. Misschien kan die persoon nog niet zichzelf goed beheersen. Of door jou, door de actie, ondanks van de situatie, persoon, kun je nog niet echt een beheersing vinden. Maar het gaat om zelfbeheersing. De persoon waar je vragen om hebt. Ja, ik vind het ook heel leuk om de achterkant zo te zien. Kijk eens, dit, mooi, mooi, mooi. Die zoekt rust, ja? En die moet richting de spirit gaan. Die is dan is aan het leren mediteren of bidden. Dat wat er allemaal nodig is. Daarmee bezig waar je vragen om hebt. Ja, om tot de basis te komen. Om naar de basis te gaan. Die is onderweg naar de basis. Voor zelftransformatie. Laat me dat beter zo zeggen. En dat voel ik ook als ik deze kaart aanraak. Voel ik ook dat de persoon echt is teruggetrokken. Die weet wat hij wil of niet wil. En die gaat ervoor. En die heeft dan, zo ben jij nog steeds, die mannelijke energie voor zelftransformatie. Want de Mars is iedereen aan het lullen. Ja, 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 ja. En die leeuw die heeft ook een bestemming. Zie je dat? Die kijkt een kant op. Ik zeg ook altijd tegen mensen. Als je iemand ontmoet. Moet die persoon een bestemming hebben. Vraag aan haar of aan hem, heb je een bestemming? Wat wil je doen als je later groot wordt? Als een persoon dat meteen weet, dan zit het goed. Weet een persoon dat niet, moet je daar niet zijn. Dan is het alleen maar leuk voor de ontmoeting. Het mag vrienden zijn, familie, collega's. Dat persoon waar je vragen over hebt. Heeft een persoon geen bestemming? Wegwijzen. En die gaat jouw bestemming vertragen of vertroebelen of verwarren. Yes, nummers 1. Dit ging niet. Ja, en dit is de liefde waar je vragen over hebt. Goed, 2. Die viel omgekeerd. De maan. Wow, de kreeft. Dit weekend. In de maan. Je hebt hele heldere dromen. Die je misschien zelfs angsten geven. Die gewoon... Want je bent misschien wakker geworden. En dat komt allemaal binnen. Of je derde oog. Of je heldendhorendheid. Dat je het hoort. Ik hoop dat je je hart hoort. En dat je met je derde oog kijkt. Zodat je nog je zintuigen veel scherper worden. En dat je ervoor open staat voor die dromen. Die worden gebracht door voorouders. Degene die je allemaal oproept. Engelen om je te helpen. Ja, want de kreeft houdt ook van met z'n tweetjes te zijn. Nieuwe maan. Ja, die hebben we gehad. Of onderweg bij de nieuwe maan ga je weer iets planten. Een zaad planten nu dat je het beter weet. En dan... Ga je richting de volle maan, dan verbrand je het met een vuurritueel en de planeten en de sterren en de mensen en de leraren helpen je. Ja, om dat karmische of dat verleden achter je te laten, komt allemaal. Om voor familie, zielenfamilie te kiezen, voor jezelf te kiezen. Ja, want je schaduwkant, daarom had ik het over, die Lucky Luke, je zit altijd naar je schaduwkant, je weet het. Al heeft degene je boos gemaakt, wees beter. Mijn tante Josefina, ik blijf het zeggen, is de mooiste cadeau. En het is ook de ergste wat is me overkomen. Dat is overleden. Mijn spirituele moeder noem ik altijd. Die zei altijd, als mensen jou vuur geven, geef water. Kijk, ze water. Geef water. Water is dus
sterkste element. Water gaat door alles. Geef water. Kom tot rust. Word niet ook een golf en op. Geef water in liefde. Ja? Want anders, de kreeft kan... Een kreeft kan echt, dat zeg ik, dat zijn die groene elektriciteitskasten van de stad. Wanneer ze een kortsluiting krijgen, mag heel de wereld rennen. Dat doen mama's toch ook, dan worden zelfs papa's bang. Ja, want een kreeft is de moeder van de dierenriem. Ja, ken je dat wanneer je moeder je alleen maar aankijkt? Ja, dat doet de maan in een jaar van, you better know. Ja, want ik help je, ik geef je heldere dromen. Luister je, of zit je nog in je ego omdat door dat hij zei? Ja? Verlies jezelf niet, en dat heb ik hier geschreven. Word creatief om je hart te openen. Is je enige uitweg passie zoeken. Iets moois en healing. Zodat je je familie, je eigen huishouden tot rust kan brengen. Met kaarsjes en lekker eten. Yes, en het regent toch wel buiten. Dus kijk, de healing is het. Het is, veel mensen zeggen altijd, God huilt. Nee, God is aan het schoonmaken gewoon. Ja, en vocht is loslaten. Kijk je? Ga je hart openen, want je schaduwkant heeft al lang onderwerpen gezien waar die tegen je zegt, dat moet je nooit meer doen, joh, het staat je niet. Nee, het staat. Nee, het heeft ook niet gewerkt toen. Ja, het is allemaal toen in een andere cyclus op de nieuwe aarde. 5D. 3D mensen, koffiemensen, plastic, Barbies en Ken. Geen aandacht geven, joh. Hun hebben hun eigen taak. Ze zijn hier om ons weer wakker te maken. De lichtwerkers, de lichtkrijgers, de mediums, noem maar op. De naam, in ieder geval mensen die heel dicht bij de bron willen staan en staan. Zijn onze leraar. Wees heel dankbaar dat ze voorbij zijn gelopen. Ja, als het daar om een persoon gaat, want ik heb zo meteen een kaart voor je. Ja, ga voor die innerlijke transformatie. De periode van angst gaat over. Alles is tijdelijk. En de angst, blijf ik zeggen, als die opkomt, kijk maar en doe het toch. Spring gewoon, spring. Je vindt alleen maar gewoon mooiheid, schoonheid bedoel ik, zeg mooi, twee woorden. In ieder geval schoonheid vind je, rust, balans, mooie mensen. Kijk eens, en de persoon waar je een vraag over hebt, is een luchtteken. Yes, ja, is een luchtteken. Zie je hem daar zo? Mm-hmm. Ziet er heel leuk uit. Ja, een dragonfly. Maar hou er rekening mee van de geest van die persoon waar je een vraag over hebt. Ziet er heel leuk uit, maar misschien is de geest heel onrustig, kent de codes niet, bidt nog niet 's nachts. Weet niet wat spiritueel betekent. En als ze dat weten, rennen ze weg. Want ze willen misschien niet naar het licht. Ja? Als jij met mensen over spiritualiteit begint. En ze beginnen te... En ze denken, oh my god, daar komt die hocus pocus en voodoo en alles erop en eraan. Hebben ze nare ervaringen mee. En ze hebben misschien al een paar leraren gehad om hun dat te leren. Van ga naar God. En ze doen het nog steeds niet. Misschien door jouw helderheid die je hier hebt gebracht. Wil een persoon nu wel naar God veranderen, transformeren uit hun hoofd. Maar jij moet daar niet mee zijn, zeg ik. Echt waar, dat zeg ik gewoon tegen je. Ik vind dat je afstand moet nemen om te kijken hoe de persoon uit zichzelf gaat transformeren. Maar helpen heb je al gedaan, denk ik. Kijk, en die persoon die blijft maar onstabiel, onrustig in zijn hoofd. Heeft de eigen manier van doen. Je weet, de luchttekens zijn tweelingen, weegschalen en watermannen. Die kunnen... Die zijn heel erg in hun hoofd. Die zijn onderweg naar hun hart. Want de Mars die triggert hun toch wel. Want de hoofd werkt niet meer. Dus ze moeten hier zo in hun hart. Dus ze moeten de intelligentie naar hun hart brengen. Zeg ik altijd bij luchttekens. Breng je intelligentie naar je hart. Maak je hart intelligent. Door al het wetenschap. Maar doe dan vanuit je hart. En dat is wat de persoon moet doen. Pas als de geest goed gekalmeerd is. Calm down. Rustig. Dan kun je elkaar weer een keer zien. Of ontmoeten, of opnieuw, of vooral afsluiten van, ja, daar wilde ik je hebben. Want als jij van Mena bent en je kijkt naar mij, moet je leraar zijn uit het licht. Ja, je moet, ja, ik zeg het gewoon, ja. Het is niet arrogantie, het is een gevoel. En mijn gevoel zegt, ja, dan ben je lichtwerker. En lichtwerkers, gewonde healers, die moeten altijd eerst hun eigen verhaal helemaal opruimen om de ander te helpen. Daarom, je moet heel veel ervaring hebben in verdriet, in jaloezie, in woede. En dan pas kun je andere mensen helpen. Ja, deze luchtteken. Pas als het gekalmeerd is, zie je de wijsheid. Zolang de persoon onrustig, onstabiel, die brengt dat allemaal naar jou toe. En dan ben jij angstig, onrustig. Je krijgt heldere dingen door, but you don't know. Omdat een luchtteken zegt van ja, het kan anders zijn. En ja, ik zie het anders. Niet twijfelen. Want je zit in de kreeft. Dat is de zieligheid. Ja, we zitten nu in de kreeft. Ja, you know. Een kreeft weet het altijd.
En een kreeft kan niet acteren. De meeste kreeften acteren niet. Dus ik denk dat je daar ook in zit. Je kan niet meer acteren. Je moet het zeggen tegen deze luchtteken. En kijk dan. Mooi van ver en ver van mooi. Ze dreigen vlij. Ik heb het gezegd, ja. Pas als iemand gekalmeerd is, zie je als ze bij zijn of niet. Zolang ze onrustig zijn, word jij onrustig. Let it go. Let it snow. Laat het wegvliegen gewoon daar zo. En jij zorgt dat jouw angsten minder worden door naar het helderheid die binnenkomt, de boodschappen te luisteren en op te volgen. Je hart en geest bij elkaar brengen, in het midden staan, naar het zwarte en naar het witte kijken. En de wijsheid is, daar blijven staan. Ja, 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 ja. De derde. Alleen maar arcana, dus dat betekent dat het echt zo is waar we het over hebben. Kijk eens, de steenbok devil. Ja, ja, en hij is helemaal niet zo slecht. Want mensen, wanneer ze de devil kaart, ze denken zo, nee, het is je eigen materiestuk, dat aardse wat je heel erg op zoek naar bent. Echt, mijn neef Lorindo heeft me ooit iets zo moois verteld, dat hij met een paar dames, hè, want hij coacht trouwens, graag bij hem gaan sporten als je echt van binnen en van buiten leuk wil uitzien. En hij had een hele mooie methode of quote of een antwoord op de vraag van mensen die het over hadden van, ik wil verbeteren, innerlijke rust, noem maar op. Maar die gaan alleen maar naar de kapper. Die gaan naar de schoonheidsspecialist, die gaan naar de pedicure. Dus hij zei het heel mooi. Ze maken zich zo druk om hoe ze eruit zien, in plaats van ze druk maken hoe ze zich van binnen moeten voelen. En dan vinden mensen het heel moeilijk, en had het niet naar mij toe meer van, om 75 of 70 euro bij jou neer te zetten die lifetime changing is, of bij mij te komen sporten. Dan kunnen ze voor echt, voor hè, want dat is een privé thema dat je dan kan veranderen en goed kan uitzien, kiezen ze om naar de kapper te gaan, mannen. Toen dacht ik, klopt. Ze gaan naar de kapper in plaats van alles doen om vanuit van binnen beter te voelen. En dan zie je het zo uit. Ja, ja. Reis naar binnen. Dat aardse materie, dat alles wat je van mij, die heb je volgens mij al bereikt. Daar heb je zeker de mooiste televisie thuis. Je kinderen hebben allemaal PlayStation. Je hebt misschien een koophuis van 3 ton, 4 ton. Perfect. Iedereen is mooi gekleed. Maar niemand voelt zich leuk. Nummer 3. Ja, en je weet het nu, want Mars heeft het gewoon gezegd. Kijk, dat zijn horens en dat zijn niet van God. Ja, ja. Nee. Kies. Als je dan die kant op gaat, dan is het alleen maar materie, geen gevoel. En als je naar het licht gaat, heb je misschien minder geld, maar je voelt je fantastisch. Ik heb ooit een reading gedaan voor een miljonair. Vergeet ik nooit meer. Dat is echt het meeste wat indruk op mij heeft gemaakt. 5 jaar geleden kwam ik bij hem thuis. En hij zat daar met zijn hondje, had zoveel apparaten en alles. Hij zegt, dan kijk me dan zitten in mijn gouden kooi. En ik voel niets. Had alles. En hij voelde niets. En dat wens ik jou niet. Yes? Dit zijn allemaal verleidingen. Dit is allemaal televisie kijken. Dit is allemaal reclame. Dit is allemaal wat mensen zeggen als je dat koopt en dat hebt. En een groter huis dat je je beter gaat voelen. Nee, pas wanneer je je goed voelt, ga je voor dat grotere. Dan krijg je het gewoon van God. Serieus waar? Dan krijg je gewoon de auto die 20.000 was. Kun jij ineens vinden voor 10.000, de helft van de prijs of minder. En dat vraag ik van jou, nummer 3. En ik zeg niet dat je per se daar staat, maar misschien iemand in jouw buurt die jou zo dat laat denken. Dat op de aardse manier dat het veel leuker moet zijn. En dat zijn patronen. Of verslaving, dat heb je ook. Dat mensen gaan drinken, roken, noem maar alles, om niet naar binnen te kunnen reizen. Om niet dingen neer te leggen. Om gewoon alleen maar koffie te drinken en aards te zijn en gewoon niet willen voelen. Hou ermee op. Want Mars heeft je al gesmaakt. En al die planeten. Uranus, die zie je voor de radicale verandering. Die heeft je ook al laten zien. Vanuit je asshole naar boven. Van you need to change to stay the same. Ja, want dat is heel de grap. Op het moment dat je zo bezig bent met transformatie, kom je erachter, dat had ik, de mannen die 7 jaar oud was, dat is de kinderen zijn allemaal shamanen tot hun 7e verjaardag. Die mannen moest ik weer worden. Want ik zag al vanaf jongs hoe de wereld eruit zag. Alleen maar ik wilde erbij horen omdat de wereld tegen me zei, kom erbij en hou je mond dicht en dan is alles leuker. Ik moest veranderen om terug te worden wie ik in werkelijkheid al was toen ik op aarde kwam. Ik ben gewoon allemaal verhalen, door mijn onzekerheid ben ik anderen gaan geloven over mensen die de universiteit deden, gewoon die geschoolde fools.
Ja, die theoretisch alles weten, maar die got no love, geen suiker, geen honing, geen smaak. Je voelt ze niet. Ze hebben alles, maar je voelt ze niet. Ja. Kijk, ze zien er zo uit. En ik hoop dat jij die aardse dingen, dat uiterlijke vertoon, loslaat voor binnen. En dan ben je nog knapper. Weet je wel, als je haar er niet uitziet, is omdat jij je niet flex voelt. Haren zijn de antennes, hè. Naar het universum, wist je dat niet? Daarom is Predator zo stoer. Ja. Daarom zijn dreadlocks zo hele krachtige mensen. Of vrouwen met superlange haren, willen ze heksen noemen. Zijn hele krachtige mensen. En soms hoef je niet per se heel lang haar te hebben, maar je haar gezond, mooie krullen. Dat vertelt alles over persoon. Ik kijk ook altijd naar mensen hun haren, want dan weet ik, oh, jij bent meer in balans. Jij moet echt wat aan jezelf doen. Yes? Dan heb ik het allemaal verteld. Ja? Anders blijft die devil jou opzoeken, joh. Dan heb je ook alleen maar vrienden die alleen maar over materie gaan. Geen oppervlakkige mensen. Ja, ja. Gewoon net als shallow hall. Gewoon dingen zien die er niet zijn. En helemaal erin gaan. Oké, ik heb je extra aandacht gegeven. Weet je waarom? De vraag waar je het over hebt is een aardeteken. Ja, aardeteken. Kijk eens. Kijk, het lijkt op een mandala. Ja, die persoon waar je je vraag over hebt, die snapt dat ze de paden moeten bewandelen om tot hier te komen. Die snappen dat ze creatief moeten zijn. Die snappen dat de wereld niet zo draait. Dat het vanuit je hart alles brengt. Kijk dan alle kleuren. En die bouwt het op, die web des levens. En die bewandelt de pad. Ja, ja. En het is niet dat je daar jaloers op bent, maar ik hoop dat je daar echt van bent geïnspireerd. Dat is waar je vragen over hebt. Ja, echt waar. Heel mooi. Die kan vermoeid overkomen. Aardeteken zijn altijd 3-4 banen en die willen alles goed doen. Dus het kan heel vermoeiend zijn. Er is 2 keer aardeteken. Dus veel aardetekens gaan ook met elkaar. Eentje wil heel erg van materie. En eentje wil heel graag gewoon het innerlijke. Dat de connectie. En dan weet de andere dat de rest komt. 3-2 toen ik het zei. Eentje, deze, moet dus die opvolgen. En als het kan omgekeerd zijn hè, bij nummer 3. Dat je een vraag over iemand hebt en eigenlijk ben je dit, maar je ziet dat die persoon meer op materie leunt. En niet wil voelen, want zoals RuPaul zei, als je gaat voelen, moet je ook al dat andere voelen van het vroeger en andere levens. En jij hebt het al gedaan. Of de andere waar je een vraag over hebt. En daardoor staan ze echt heel sterk. Dus denk aan de proces. Jij moet denken aan het proces van de ander. Dus de pad bewandelen en dan komt het helemaal goed, want het wordt dan magisch. Je moet je voorstellen, steenbokken en een spin samen. Fantastische combinatie. Ziet er heel bijzonder uit, maar het werkt. Als ze allebei naar het licht gaan en allebei vuur nemen om te transformeren en iets samen opbouwen. Is dit niet mooi, aardetekens? Ja? Eerst die proces en dan de resultaten. Want je wil die resultaten zien. Maar eerst door dit proces heen. Ja? En daarna komt het licht. Wat heb ik nog meer? Achteraf. Is het kunstwerk. Ja, achteraf is het kunst. Dat wat jullie samen hebben gedaan. Of eentje gaat zo en de andere gaat zo. Omdat je nu weet. 23-23, maak 5-5. Allebei moeten transformeren voor beide deze. Goed, want. Ja, bij de dieren, kijk eens. Ga aan. Ga aan en verlicht heel het bos, olifant. Want ik heb al zo vaak dat kinderboekverhaal verteld over de olifant gaat aan in het bos. In de bos. Die een vuurvlieg tegenkwam en die vroeg, hoe ga jij aan? En die olifant maar probeert. Op het moment dat hij het echt wilde, ging hij aan en hij kon heel de bos verlichten. Nu jij. Ja, want de vuurvlieg vraagt dat van jou. Want je blokkeert jezelf door naar een ander te kijken in plaats van naar jezelf. Ja, en dan is het devilish. Of niet van God. Kijk naar jezelf. Ik ben ietsje langer doorgegaan omdat nummer 3 extra aandacht nodig had. Ik wens je een fijn weekend. Lekker thuis met heerlijk eten. Prachtig muziek. Kaarsjes aan. Rust. Hier en hier. Veel knuffelen. Want daar houden kreeften over van. Connectie met mensen waar je echt van houdt. En praat erover met iemand die je diep vertrouwt. En die van jou houdt. En die jou goed wil zien. Zullen we dat afspreken? En anders kom je langs bij Manna voor Soul Coaching. Je weet hoe ik coach. Ik ben die boeddha die mensen slaat. Zodat je
wakker word en iedereen om me heen. Ik maak natuurlijk grapjes, maar ik ben super lief. Alleen ik wil dat je wakker wordt. En dan ga ik gillen. Ja, want soms helpt dat. Heb ik van mijn leraar van wiskunde gehoord. Als je dan echt wat wil, dan onthouden mensen dat. Komt het niet leuk over, maar je onthoudt het weer. Dan vergeet je het niet. Daar gaat het om. Oké, ik hou van jullie. Echt waar. Bedankt. Alle nieuwe volgers, want de abonnees gaan hard. Echt waar. Mensen die me echt heel goed kennen, die weten dat ik echt dan thuis denk van... Ik wil jullie echt bedanken voor de track waard. Ik ben eigenlijk een janker. Ik jank veel van vreugde. Zodra ik iets heb, kijk dan. Ga ik dan naar mijn vriend of naar mijn moeder of naar... Kijk, ik ben er heel erg blij mee. Ik wil dat jullie dat weten. Ja, oh, drijf ik soms over. Maar ik hoop dat je me voelt. Bedankt ieder die likes geeft en die moeite neemt en die doorstuurt en die erover heeft. Praat erover. Yes. En kom langs voor coaching. Dikke doei doei. Hieronder alle kikkie. Kijk, bye bye.